In 1985 richtte Seat Seat Sport op. Er verschenen toen auto's als de Seat Ibiza Cupra en de Seat Leon Cupra. In 2020 werd Cupra een zelfstandig merk. En dit is de eerste echte Cupra. De Cupra Formentor VZ A Copper Edition. Een sportieve crossover met milieuvriendelijke inboost. Het is namelijk een plug-in hybride, zodat je ook elektrisch kan rijden. Sportieve auto, zoals ik al zei, 245 pk, een 400 Nm koppel. En ik ga maar eens even lekker aan de tand voelen. Ik ben iemand die best een koppelensteel boven het maaiveld uitsteekt. En uiteraard, vaak genoeg wordt hij afgehakt. Maar ja, weet je, iets aparts rijden, dat vind ik wel wat. Iets wat een beetje een wolf in schaapskleren. En natuurlijk is deze auto heel extravagant gelijnd. De vouwen, vooral in de flanken, ja. Het begint zo bij de voorspoelborden en dan gaat hij zo bij de achterdeuren, houdt hij even op. En dan loopt die hoog omhoog, loopt die vouw hoog omhoog. Ga maar eens achterkijken. Dan zie je dan die doorlopende lichtbalk. Maar die is heel... Dat is gewoon tegenwoordig echt een design dingetje. Dat hoort erbij. Dan hoor je erbij, zeg maar. Dat is echt een ding. En mensen vinden dat mooi. En als je hem in het donker ontgrendelt, dan krijg je zo'n prachtige animatie. Dan draait het zo rond. En dan knippert het nog een keer. Prachtig. Nou, deze staat op 19-inch velgen. In de bronzen Cupra kleur. Zwart afgewerkt, ja, prachtig ontwerp. Echt stoer, dik, een auto met stoere, dikke velgen, ja, wie wil dat nou niet, hè? Lichtmetaal, dat hoort er gewoon bij, dat is gewoon, ja, standaard tegenwoordig. En ja, het is gewoon mooi om te zien, weet je, er staat wat, die auto staat gewoon lekker op zijn wielen, wie doet mij wat, zo komt hij ook over. En dat zie je, wat ik al zeg, aan de voorkant, aan de flanken, eigenlijk overal zie je dat. Het is een uniek ontwerp. En ja, ik vind het eigenlijk stiekem best wel mooi. We zijn nu bij de snelweg. Daar heb ik best wat ruimte voor me, dus... Daar gaat hij, 225 pk, 400 Nm koppel. Lekker even invoegen, de A20 bij Gouda. Nou, geen centje pijn. Ja, en dat is die kracht van die Cupra. Dat is die kracht van die Formentor. En daar is die, ja, dat is gewoon lekker. Je hebt het. Gebruik het dan ook, als het kan. Kijk, die Cupra Formentor is natuurlijk vrij zwaar door zijn achterpakket. Maar je kan hem best wel lekker de bocht zagen, hoor. Dus geen enkel probleem. Hopsakee. En dan kan ik deze weg, want er zit een lekkere drempel in. Hotsee, hoppa. Dat wil hij best wel, hoor. Prachtig gebalanceerd onderstel met goede McPherson veerpoten. En ook adaptief natuurlijk, dempers ook in te stellen. Ja, dat wil best wel. En dan, ja, het is een zware auto, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik rijd er nu een aantal dagen mee. En dat zware gevoel van de auto komt, dat merk je eigenlijk alleen maar in de bochten. Want dan wil er natuurlijk heel veel kracht, middelpuntvliegende kracht een bepaalde kant op. Dan ga je dat merken. Maar verder, ja, heerlijk sportief, hoor. Zeker in de Cupra stand, met dat, artificial geluid, want ja, dit is natuurlijk niet die 1.4 die je hoort. Dit is een, noemen ze sound engineering, en er zitten hier speakers in de A-stijlen en die zorgen dus voor dat geluid. En vaak is het zo in zo'n auto dat je denkt van, ja, is dat nodig? Moet ik dat willen? Nou, heel eerlijk, in de Cupra Formentor, het valt eigenlijk helemaal niet tegen. Ik vind het wel wat hebben. Het zorgt voor beleving, weet je wel. Het is een lekkere toevoeging aan een auto met gewoon vermogen. Dat is het, vermogen, volop vermogen. Hij heeft zoveel vermogen dat als je hem in de Cupra stand hebt en je vraagt het 400 Nm koppel, nou, dat is echt vrij fors, dat komt natuurlijk door die batterij. Die zorgt natuurlijk voor een bak extra koppel, hè, het accupakket. Als je die dus aanspreekt vanaf stilstand, in de Cupra stand, inclusief dus de motor, de benzinemotor erbij, dan heb je dus die 245 pk en die 400 Nm. Ja, dat is gewoon echt heel fors. Het is zelfs zo fors. Ik ga het nog één keer demonstreren. Ik rij hier wel in. Het is erg druk op de weg. Nu is het even rustig. Maar als ik nou vol gas geef.
dan weet de auto niet zo heel goed wat hij met al die kracht aan moet. Dat komt doordat het een voorwiel aangedreven auto is. En ja, zoveel koppel op de voorwielen, ja, dat zorgt nog wel eens voor flink wat stuurkwispelgedrag van de voortrein. Ook wel belangrijk om te vermelden, dat is natuurlijk bij elektromotoren zo. De auto rijdt in basis in e-mode. Tenminste, als je de batterij, het accupakket van ongeveer 13 kilowatt, volledig hebt opgeladen. Tenminste, volledig. Kijk, hij heeft altijd zijn vermogen beschikbaar, maar lekkerder lineair loopt hij eigenlijk alleen in die Cupra-stand. Je hebt natuurlijk verschillende rijmodi, ook de eco-stand, dus voor de wat rustigere rijder, maar ook de sportstand. Vooral die eco-stand valt me op dat hij zich heel mooi laat regenereren. Hij remt namelijk meer op de elektromotor af als je een rotonde nadert. Dat heb ik zelf nog niet eerder ervaren en ik vind het een hele mooie feature, want zo bespaar je natuurlijk het milieu en regenereer je dus energie terug in de batterij. Plug-in hybride, die combinatie is ook eigenlijk de enige die Cupra hier in Nederland voert, hè, van de Cupra Formentor. Je hebt keuze uit een 204 pk sterke 1.4 TSI motor, inclusief dus de elektromotor erbij. En ja, het topmodel is, die hebben we uiteraard bij ons, hè, de SV Copper Edition, heel rijk uitgerust. Die is voorzien van die 245 pk en die 400 Nm waar ik het net over had. De Cupra Formentor ziet er van binnen gewoon heel chic uit. Je zit op heerlijk leer in deze Copper Edition. En dat is iets wat ook de auto niet alleen sportief maakt, omdat het heerlijke kuipstoelen zijn, maar ook heel luxe. Prachtige afwerking op het interieur, op het dashboard, leren afwerking op het dashboard in deze klasse. Nou, dat heb ik eigenlijk niet zo vaak gezien, dat is echt heel erg mooi. De prachtige bronzen accenten van Cupra rond de ventilatieroosters bijvoorbeeld, of op het stuur. Ja, daar moet ik toch wel een beetje aan wennen, aan het bronzen Cupra logo op het stuur. Ik ben er na een paar dagen sturen echt wel aan gewend. De Cupra Formentor beschikt niet over fysieke draaiknoppen voor de temperatuur. Ik ben zelf erg van draaiknop, echt van de manuele old school. De auto is voorzien van tiptoetsen voor de temperatuur, maar mocht je de snelheid van de blower aan willen passen of de auto op de airconditioning of de klimatisering op automatisch willen zetten, dan zou je het dan toch in het multimedia scherm terecht moeten. Ik vind dat aan de ene kant, ik snap dat het opgeruimd is wat je in je interieur hebt hoor, absoluut. Dat ziet er mooi uit. Strak, sowieso een stukje met een strakke sportieve auto. Dat vind ik het probleem niet. Maar ik heb toch liever een knop, zodat ik niet eerst op airco moet drukken, dan pas de blower snelheid kan aanpassen in mijn gewenste richting of zo, weet je. Dat is iets wat mij, wat ik zelf wat minder vind. Er is eigenlijk niet één auto op dit moment in een vrij betaalbare prijsklasse. Ja, betaalbaar, wat is relatief betaalbaar? Plug-in hybride, ja, die gaan al gauw, als je een beetje vermogen wil hebben, zo tegen 45.000 euro. Deze auto kost 55.150 euro en dan heb je gewoon een volledig complete auto. Alleen de bijzondere lak die je aan de buitenkant kan zien, hè, een beetje de blauwkleurige lak, matte lak, daar valt hij trouwens enorm mee op. Dat is dus wel een vrij normale prijs voor zoveel vermogen en zoveel luxe, want laten we niet vergeten, ik zit op een heerlijke leren sportstoel. Echt fantastisch, heerlijk gevoerd. Hij omsluit je fantastisch, mooie strakke hoofdsteunen, fijn zittende stoel. Hij zit gewoon fantastisch, echt een sportstoel. Conclusie van de Cupra Formentor VZ Copper Edition is dat het een heerlijk sportief gelijnde crossover is met milieuvriendelijke aspiraties, want het is uiteraard een plug-in hybride. Ja, het is echt genieten in deze auto. Vooral die Cupra-stand, dat maakt hem gewoon zeer uitdagend en avontuurlijk. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan vooral niet te subscriben en deze video te liken. We zijn eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat je van de Cupra Formentor vindt. Laat het even achter in de comments. En kijk ook eens op manquiry.com. Not only for men. Cheers!
Thank you.